Allereerst gaan we beginnen met de Primark. Nou, we hebben de eerste drie winkels gehad. Is trouwens ook van H&M. Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag weer tijd, jongens, voor een nieuwe shopvlog. Ik ga dadelijk met Senna richting Eindhoven. Op de vorige Primark shopvlog heb ik echt super veel leuke reacties gekregen. Toen heb ik jullie over wat zit mijn haar nog wild. Jeetje, ik heb het net in de krul gezet, maar ik had het toch even moeten uitkomen. Wat een wilde partij. Maar in ieder geval, toen heb ik jullie ook nog meegenomen naar wat andere winkels. Daar kreeg ik heel veel leuke reacties op. Dus ik ga jullie vandaag weer gezellig meenemen in mijn shopdagje. Ik hoop in ieder geval dat jullie zin hebben om mee te kijken. Doe dan ook zeker even een duimpje omhoog. En vergeet onder ook zeker niet om even te abonneren. Ik ga mijn spullen pakken. En dan kunnen we dus richting Eindhoven. Nou, ik doe ook nog even snel een ketting om. Want ik voel me zo kaal zo. Dit is echt... Oh, ik heb me weer half klaargemaakt vandaag, jongens. Merken jullie het? Ik zit echt in alle haast. Ben ik aan het opschieten. Senna komt me dadelijk dus ophalen. Ook weer met haar nieuwe auto die ze sinds vorige week heeft. En daar is ze nog steeds helemaal blij mee. Ik doe dit luchtje op van Chanel. Oké, nou ga ik echt mijn spullen pakken. En dan gaan we. Wij zijn in de winkel, jongens. En ze hebben dus weer een collectie van Rita Ora. Ik heb er al een keertje wat van gekocht. Mijn zwarte spijkerjasje is daarvan. En nu heeft ze weer allemaal van die leuke dingetjes. Ik vind dit ook echt een hele mooie jurk zo. Ik heb dus echt even nieuwe slippers voor de vakantie nodig. Maar Senna, welke kleur zal ik doen? Ik denk of goud, maar die heb ik volgens mij zelfs thuis nog. Die vind ik heel fijn. Maar ik vind deze roze ook wel leuk. Als je bruin bent. Ja, precies. Ik denk dat ik voor deze ga, maar ik weet ook niet meer welke maat ik had. Ja, of je had ook 11 genomen. Ja, ik weet het niet meer. Ik vind ze wel heel leuk. Ze zijn wel echt lekker kleurrijk, zeg maar. Nou, ik ga ze dadelijk toch even passen. Maar deze gaan in ieder geval in het mandje. Ja, Sen, dit vind ik dus ook best wel leuk voor over je bikini. Ze hebben hier ook altijd zoveel bikinis en zo, jongens. Echt ook allemaal mooie kleuren. Hoe leuk zijn deze handdoeken? Oh, dat is heel leuk. Ja, ik heb al een handdoek, maar ja. Nou, ik vind deze vooral geweldig. Hoe duur zijn deze? Ja, 6 euro, Sen. Dat is echt niet duur. Nou, ik vind die echt, die kleur, geweldig gewoon. Zullen we voor Joep een roze meenemen? Voor Joep een roze meenemen, ja, dat kan wel. Ja, vindt hij vast leuk. Eigenlijk moeten we inderdaad alle vier dezelfde op vakantie. Leuk. Oh, deze is ook vet. Ze zijn ook echt wel groot, kijk. Zo, meid. Ja. Ja, ik ga die meenemen. Snap ik. Oké, jongens, even een kleine toevoeging. Senna had deze dus in de mandje gedaan. En toen stond ze bij de kassa en toen was hij dus 12 euro in plaats van 6 euro wat op het kaart stond. Dus ja, dan weten jullie dat. En een tipje, bij de Action hebben ze ook hele mooie handdoeken. Nu komen we bij mijn lievelingsafdeling, jongens. Hier heb je dus echt allemaal van die verzorgingsproducten. Het is ook al aardig geplunderd, zie ik. Kijk even hoeveel er al weg is. Maar hier ga ik echt even goed rondkijken. Ze hebben echt veel leuke dingen. Zeker, ja. Ik heb dus ook, de vorige keer zijn, heb ik ook zo'n soort toilet als meegenomen, weet je nog? Maar dan, het is niet precies deze, maar die lijkt er wel erg op. Dit vind ik ook helemaal lekker zomers. En ik ga natuurlijk ook weer een maskertje meenemen. Normaal heb ik altijd zo'n oranje, maar die zie ik er nu niet bij hangen met vitamine E. Oké, ik vind het altijd zo moeilijk om te kiezen. Ik kan dit nooit uitspreken, maar hier zit dus hyaluronzuur in. Volgens mij zeg je het zo. En dat is altijd goed voor je, volgens mij, voor je huid. Dus die gaat gewoon mee. Oh, Sen, dit is ook leuk voor lekker, als je lekker glimmend in de zon. Of ja, s'avonds als je zeg maar na het zonnen. Nou. Die spray van Monica Geuze. Die spray van Monica Geuze, ja, die schijnt heel goed te zijn. Ik ben benieuwd of iemand van jullie die heeft, want die schijnt echt heel goed te zijn. Deze heb ik dus de vorige keer meegenomen. Dit is zo'n Bellini. Oh, hij moet heel even scherp stellen, jongens. Peach Bellini Lip Oil. Nou, die vind ik dus niks. Dus jongens, dit vind ik een afrader in plaats van een aanrader. Ik ga dus weer kijken of ik hier nou een goede nagellak kan vinden. Die ook weer bij deze nagellak past. Maar deze gouden ziet er best wel goed uit. Want ik zoek dus echt de perfecte combinatie voor bij mijn teennagels, zeg maar. Ik ga gewoon deze proberen. Ik heb dus deze de vorige keer gekocht. Daar ben ik nog steeds zo blij mee. Ik heb me nu ongeveer voor de helft op.
Maar zeker een aanrader. Ja, welke heb jij? Birthday cake. Jeetje. Ik vind het altijd zo cute eruit zien, zo met al die kleurtjes. Deze, die vind ik echt heel leuk, joh. Wanneer heb je die gekocht? Lang geleden al. Ja, in Nijmegen nog, van mama. Heel leuk. Ja, ja, ik heb hier dus net het korte jongbroekje van gepakt. Maar ik denk dus niet dat ik ook nog de trui ga meenemen. Al moet ik zeggen, die ziet er ook wel leuk uit. En die is maar 9 euro. Dus jongens, ben je nog op zoek naar gewoon een chill joggingpak? Ze hebben hier meer dan genoeg. Ik heb hier dus de vorige ook een pet meegenomen, Sen. Dat weet je nog wel, toch? Maar ik vind deze ook wel heel leuk die jij nu hebt. En met een S. Ja, en dat is wel dus fijn voor vakantie, denk ik. Daarom. En ze zijn dus echt niet duur. Deze zijn ook maar 5 euro. Ja. Echt niet duur, hoor. Even kijken of die voor iedereen erbij is. Ik had die van mij ook mee op vakantie. Die heb ik uiteindelijk niet gebruikt. Dus dat moet ik misschien wel gaan doen. Maar stel we willen zo'n quadtour doen. Dan is die ja, zo'n quadtour is wel heel leuk. En dan, ik moet hem ook gaan dragen. Want daarvoor heb ik dus helemaal mijn neus verbrand. Oh. En ik denk als ik een pet op had gehad, dat dat minder was gebeurd. Oh, ik ga daar ook even naar de koffers kijken, Sena, naar beneden. Ja. Moeten we kijken voor wie die er allemaal tussen hangt? Of hoeft dat niet? Ja, kan. Of gaan we dat toch niet doen? Nee, Joep heeft er al wel genoeg, denk ik. Sena zegt dus dat dit een nieuwe reistas is. Er staat er inderdaad ook wel echt op, een travel bag. Omdat die er dan inderdaad perfect onder passen. Ja. Volgens mij gaat deze ook echt rond op TikTok. Ja, precies. Ja, jongens, wij zitten al die hypejes te checken, hè. Ja, wel handig, hoor. Ja. En ik vind hem ook niet heel lelijk. Terwijl die wel echt veel in kan. Ik denk alleen als jij je laptop mee wil, dat hij niet heel praktisch is. Nee, dan de laptop is hier te groot voor, denk ik, ja. Oh jongens, ik vind dit zo schattig. Sen en ik zagen hier dus net de teenslippers van. Die wil ik dadelijk misschien ook nog gaan pakken als ik weet welke maat ik heb. Maar je hebt er dus ook gewoon zo'n strandtas die je er dan bij kan doen. Dat vind ik echt leuk bedacht. Volgens mij werden die teenslippers net ook echt nieuw opgehangen. Ja, die werden volgens mij ook nieuw opgehangen, ja. Nou, deze bedoelden we dus. Ik vind die heel leuk. Doe ik jou erin dan? Ja, doe maar. Doe anders maar 2 maten, dan kan ik even passen. Kom ik weer aan met mijn glittertasjes. Ik heb hier dus laatst zo'n blauwe gekocht. En daar ben ik echt nog steeds zo blij mee. Maar deze ga ik niet meenemen. Maar heel cute wel. Echt iets speciaals, zeg maar, voor je outfit. Kijk even deze beker. Ik vind die kleur gewoon... Ik heb dus wel heel vaak een scène, als ik dan even een nieuwe beker heb, dan word ik weer helemaal gemotiveerd om veel water te drinken. Dus ik vind het gewoon een goede... Ik ga even voor mezelf goed praten, jongens, dat ik dit nodig heb. Ja, deze gaat sowieso mee. Wat? Ja, heel leuk. Ik vind dat ik het nodig heb. Ik heb het niet nodig, maar ik ga het toch meenemen. Kijk ook al die kleurtjes even, joh. Oeh. Ja, ik had al gezien dat ze inderdaad helemaal zo'n collectie met allemaal van die fruitdingen en zo hadden. Ik vind het zo cute voor de lente. Deze rietjes heb ik dus ook al een paar keer voorbij zien komen. Leuk. Echt alsof je een soort van die kinderrietjes hebt, zeg maar. Ja. Maar dan nog een stukje leuker. Oh, hier kan je echt van die ballen ijs mee maken. Ik vind gewoon drinken met ijsklontjes gewoon altijd beter. Ja, 100%. En ze hebben ook weer de stoelen. Deze heb ik ook al een keertje laten zien aan jullie. Die is 90 euro. En ik ben er echt nog steeds heel erg blij mee. Ik heb hem dus in het kantoor staan. Maar ze zijn er dus nog steeds. De vorige keer hadden ze hier dus heel veel leuke koffers. Met allemaal leuke printjes en zo. En nu is het gewoon voornamelijk gewoon zwart of grijs of zo. Ja. Ik denk dat ik sowieso ook nog even verder ga kijken, Sen. Ook bij de TK. Ja, inderdaad. Oh jongens, ik zei het de vorige keer ook al, maar ik blijf deze H&M afdeling toch zo ontzettend mooi vinden. Echt super veel leuke dingetjes hebben ze. Ook gewoon dit soort vazen, ja. Die heb ik. Deze heb ik letterlijk thuis. Ja, echt leuk. Leuk hè?
Senna en ik staan nu in de TK Maxx. Ja, Sen, dit is jouw model. Bella. Dit is jouw model. Maar Sen en ik hadden het er dus net ook over in de Primark. Van hoe grappig is het als je op vakantie gaat. En dat je dan allemaal een bril voor elkaar uitzoekt. Want we gaan dus met z'n vieren. En dat je die dus de hele vakantie op moet houden. Dat is wel echt leuk. Dat je echt met zo'n lelijk model of echt zo'n snelle planga aankomt. Die witte Sen bijvoorbeeld. Of die daarboven zit. Die. Oh, die is wel van Tommy. Ja. Dit ding is zo irritant. Ja, hè? Er zitten ook wel hele leuke modellen tussen, maar ik vind sommige ook gewoon echt heel grappig of zo heen. We zijn nu bij de afdeling met alle koffers. De vorige keer hadden ze zo'n mooie. Deze keer vind ik ze iets minder. Dit vind ik ook een mooie kleur, hoor. Ik had echt die vorige keer die ene mee moeten nemen, Sen. Toch wel? Ja. Ik vind het dus zo leuk om hier allemaal tussen te kijken, want er staat echt gewoon van alles overal. Maar soms kan je juist iets heel leuks hier tussen vinden. Nou jongens, heel random. Sen en ik zien eigenlijk niks bij alle andere spulletjes hier en bij de kleding. Maar ik zit er dus wel over na te denken om pasta mee te gaan nemen. Ik vind die zwarte er ook wel heel interessant uitzien. Dit is iets met spinazie. Maar ik ga dus even kijken welke het gaat worden. Nou, we hebben de eerste drie winkels gehad. Nu gaan we even lunchen en dan gaan we door naar de Normal. Een nieuwe soort drogist waar ik echt heel erg benieuwd naar ben. Hey jongens, we zijn ondertussen een paar dagen verder en het is eindelijk tijd om te gaan kijken wat ik allemaal geshopt heb. Ik kom ook net terug van de kapper. Ik denk nu zit mijn haar goed. We gaan er gewoon meteen voor. Ook wel leuk, want ik heb dus mijn highlights bij laten werken en mijn kapster heeft dus ook net wat anders geknipt. Ik heb nu een paar van die kortere lokken zeg maar voorin. Dus mijn haar is niet in laagjes geknipt, maar de voorkant zeg maar wel. En ik vind het tot nu toe helemaal leuk vallen. Dus helemaal zomers ook. Ik vind het echt helemaal zo'n zomers lookje geven. Maar we gaan dus meteen kijken wat ik allemaal geshopt heb. Allereerst gaan we beginnen met de Primark. Ik was daar dus helemaal niet veel geld kwijt. Ik dacht echt, meid, je hebt je gewoon in weten te houden. Want ik was uiteindelijk maar €22,80 kwijt. Nou, ik heb een paar keer bij de Primark geweest dat ik veel meer geld kwijt was. Maar dat was ook wel omdat ik dan wat grotere dingen had gekocht. Ik heb trouwens, ik zit nu op de witte stoel die ik ook aan jullie in de winkel heb laten zien. Die van €90. Ben ik zelf nog heel erg blij mee. Senna zei ook al dat ze die nog steeds hebben, joh. We zagen ook iemand toevallig die er echt net 4 had gekocht. En wat heb ik nog meer? Ik heb nog ooit iets groots daar gekocht voor mijn gevoel. Oh, wat heb ik nog meer? Nou, ik weet het niet. Maar in ieder geval, deze keer vond ik het dus heel erg meevallen. Ik moet ook eerlijk zijn. Ik vond de kleding een beetje tegenvallen. Ik vond de collectie van Rita Ora wel heel mooi. Hele mooie kleuren. Ik heb dus een roze jurk gepast. Nou, die viel als een zak. Echt, Sen en ik hebben echt... Ik had die jurk aan en Sen en ik stonden echt zo 5 minuten te kijken van... Ten eerste, hoe zit het allemaal? Hoe moet dit om je lichaam heen zitten? En ten tweede, het hing gewoon als een zak. En ik dacht, ja, ik kan wel een kleinere maat gaan pakken. Maar ik heb niet het gevoel dat het nou heel veel beter gaat worden. Dus, nou ja, in ieder geval qua kleding is het dus niet veel geworden. Ik ga gewoon meteen beginnen met het item wat ik dus het leukste vind wat ik heb meegenomen. En dat zijn dus deze teenslippers. Ik had deze dus ook al op Insta laten zien. En ik kreeg er al meteen heel veel leuke reacties op. Oké, ik ga even die tas wegzetten. Ik blijf ook maar aan mijn haar zitten nu. Hebben jullie dat ook? Dan kom je terug van de kapper en dan blijf je gewoon... Ja, ik weet niet. Dat heb ik altijd. Maar in ieder geval, deze slippers dus. Deze waren €3,50. Ik heb uiteindelijk dus niet die canvas tas. Die ze dus zeg maar ook in dezelfde stijl bij hadden. Die heb ik niet meegenomen. Maar deze dus wel. Ja, ik vind het gewoon een heel mooi printje. En helemaal schattig voor de lente en voor de zomer. Ik ga ze ook gewoon meteen even passen. Uiteindelijk ben ik voor maat L gaan. Dit is 40-41. Normaal heb ik maat 39. Maar op de een of andere manier had ik hiervan het idee dat ik wel deze ook de vorige keer had. Zeg maar deze maat. Ja, dit is perfect. Of had ik de vorige keer dan toch een maat kleiner? Nee, ik denk het niet. Dit is echt helemaal perfect. En dan heb ik gewoon nog een paar slippers. Namelijk deze gouden. Deze heb ik dus al een keertje gehad. Oh, dit zit er natuurlijk helemaal omheen. Maar in ieder geval, deze zijn €1,30. Ja, jongens, ik denk hiervoor kan je het niet laten liggen, hè. Ik bedoel, dit is gewoon zo fijn om mee te nemen op vakantie. Vaak loop ik in de zomer ook gewoon door huis op teenslippers. En
ja, ik vind het gewoon chill lopen. En deze gaan bij mij dus altijd best wel lang mee. Ja, zijn heel goedkoop, heel chill. Dus deze kunnen binnenkort mooi mee op vakantie. En dan gaan we door naar het enige kledingstuk wat ik dus wel heb meegenomen. Oh, ik heb hem andersom. Al is het niet echt te zien, want hij is eigenlijk gewoon aan twee kanten hetzelfde. Dit is dus gewoon zo'n handig kort broekje die je gewoon fijn over je bikini aan kan doen. Of als je in huis of zo, vind ik dit ook gewoon altijd chill om rond te lopen. Zeker als het dadelijk lekker warm is. Deze was niet duur volgens mij. Nee, maar 6 euro. Ik had dus eerst een andere meegenomen om in het pashokje te passen. Maar die was zo ontzettend kort. Deze is ook kort hoor. Hij is niet heel veel langer. Maar net die centimeter of die 2 centimeter kan dan toch wel heel fijn zijn. Ik snap soms gewoon niet waarom ze die dingen zo kort maken. Ik snap dat het een kort broekje is. Maar af en toe denk ik, jeetje, ja, weet je, ik bedoel, er mag wel iets van zo'n broekspijpje in zitten. Maar ja, dat is dan misschien iets wat ik vind. En hier zit trouwens ook van die zakken in, ook wel handig. Zie je niet heel vaak bij zo'n kort broekje. Maar dit is dus het enige wat ik heb meegenomen van de kleding. En hier heb ik gewoon echt een zwak voor, jongens. Als ik gewoon zo'n leuke drinkbeker zie, dan denk ik meteen, ja, die moet gewoon mee. Deze was maar 5 euro. Ik vind de kleuren gewoon heel erg mooi. En ik weet gewoon van mezelf, ik heb het al vaker gezegd. Volgens mij heb ik het ook in de winkel gezegd. Als ik gewoon uit een nieuwe beker drink, dan, of in ieder geval, ik zei het sowieso tegen Senna, van als ik gewoon weer een nieuwe drinkbeker heb of iets leuks, dan word ik echt weer getriggerd van, oh ja, je moet veel water drinken. En uit een rietje drink ik dus ook altijd veel sneller. Want de laatste tijd gaat het water drinken bij mij niet zo heel goed. Dus jongens, meteen even reminder, als je vandaag nog weinig gedronken hebt, drink meteen even wat water of zo, want het is goed voor je. Al ben ik er zelf dus de laatste tijd heel erg slecht in. Maar ik heb dus deze meegenomen. Sowieso moet ik zeggen dat Primark dus echt altijd wel veel van dit soort leuke bekers heeft. We gaan door naar deze gouden nagellak. Ik ga het gewoon weer proberen. Ik heb het al in meerdere video's gezegd. Maar ik ben echt al een tijdje op zoek naar mooie gouden nagellak. Die dus ook bij deze past. En ik heb laatst ook eentje aan jullie. Volgens mij was dat in de vorige Primark shoplog. Toen heb ik jullie ook naar verschillende winkels meegenomen. Naar Kruidvat, de TK Maxx. En uiteindelijk heb ik er toen volgens mij bij de TK Maxx eentje gevonden. En die heb ik toen ook hier geprobeerd. Maar die dekking was toch niet goed genoeg. Dat was eigenlijk gewoon doorzichtig met een paar glitters erin. Maar ik wil gewoon echt goud. Net zoals mijn nagels hier, zeg maar. Dat je gewoon denkt, ja, dit ziet er leuk uit. Dit zijn gewoon allemaal glitters. Ik hoop dat dit wat gaat zijn. Ik ga deze denk ik gewoon meteen weer even uitproberen. En deze is 2,50. Oké, deze ziet er tot nu toe best goed uit. Hij is dus voor meteen nagels. Misschien denk je nu van mij, je hebt toch al gouden nagellak op. Wat is het probleem? Maar dit is dus Doenails wat ik altijd gebruik met zo'n poeder. En ik wil dus iets op mijn teennagels wat daarbij matcht. Ik heb nog een beetje gouden nagellak op mijn teennagels zitten. Maar dat potje is dus echt bijna leeg. Dus daarom ben ik al heet op zoek naar een andere. Maar als ik deze eroverheen doe, dan vind ik het best goed in de buurt komen. Dus ik hoop dat dit gewoon ja, ook goed dekkend gaat zijn. Maar deze was dus 2,50. Ik moest natuurlijk ook weer een maskertje meenemen. Op de een of andere manier loop ik daar nooit weg zonder ook iets van de maskertje mee te nemen. Maar dit is dus een sheet mask. En dit is met hyaluronic. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Volgens mij zo. Maar zal vast wel goed zijn. Verder ben ik ook voor deze stiekjes gegaan. Ik zie de laatste tijd zoveel mensen van dit soort dikke stiekjes hebben. En het lijkt mij dus ook best wel fijn. Dat zijn dus deze. Ja, ik denk echt dat ik deze fijn ga vinden. En ik vind ook al die kleuren die hierbij zitten leuk. Soms heb je ook zo'n pakketje dat je dan eens zo'n kleur echt denkt, nee, dit is niks voor mij. Maar deze vind ik dus wel allemaal leuk. En deze waren 1,50. En het maskertje was trouwens 1,80. En ik heb ook nog een lip liner meegenomen. Die was ook maar 1,50. Ik gebruik dat dus zelf nooit. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk om vaker te gaan doen. En toen dacht ik, ja weet je, dan neem ik nu gewoon even een goedkoper iets mee. En dan kan ik het gewoon een paar keer proberen of ik het wat vind. Want ik ken mezelf. Ik kan wel meteen iets duurs gaan kopen. Maar het zou ook heel goed kunnen dat ik het twee keer gebruik. En daarna denk, nou, geen lip liner meer voor mij. Maar ik wil het dus zeker gaan proberen. Oké, ik weet niet of ik dit open ga krijgen. Die verpakkingen zitten echt altijd, oh, ik heb hem gewoon zo opengedraaid. Zitten altijd echt mega goed dicht. Oh, moet je dit slijpen natuurlijk. Ja, dat zal wel weer. Ja, dat heb ik helemaal niet. Volgens mij. Oké, nou, dit gaan we fixen. Maar een lip liner dus in de kleur
Taup. Dat is dus deze. Dat was het dan alweer voor de Primark. Ja, ik vind dat ik me echt goed heb ingehouden. Of nou ja, ingehouden. Ik vond dit gewoon een leuk dingetje. En voor de rest dacht ik, nou, ik weet niet. Ze hadden wel heel veel leuke bordjes en zo. Dat moet ik wel zeggen voor de lente. Allemaal in een soort fruitthema. Ja, vooral, ik heb het al vaker in Primark shoplog gezegd. Ik vind gewoon de accessoires die ze daar hebben heel erg leuk. Ze hebben ook altijd mooie kaarsen. Ze hadden deze keer niet heel veel leuke koffers. Want ik dacht, daar ga ik ook nog even tussen kijken. Maar nu hadden ze eigenlijk alleen nog maar gewoon standaard de beetje zwart en grijs over. Je kon wel merken dat alle leuke kleurtjes weg waren. Maar ik vond het echt wel leuk om rondkijken. Het is gewoon altijd echt een winkel waar je best wel lang even gewoon doorheen kan lopen en zo. Dus zeker leuk. En dan gaan we nu door naar de H&M. En bij de H&M heb ik twee dingetjes meegenomen. Nou, en trouwens jongens, ze hadden daar nu dus ook zo'n zelfscankassa's. Echt, zijn er niks. We snapten er helemaal niks van. Wij stonden gewoon in de rij en op een gegeven moment zeiden ze, oh ja, nee, het is nu vanaf nu zelfscan. Dus wij dachten, oké, nou is goed. En dat ding, ik weet niet, dat ding was echt super langzaam en gaf het helemaal niet goed aan. Dus wij stonden er echt te kloten en te klooien en zo, maar het is gelukt. Nou, allereerst heb ik in ieder geval dit blouseje meegenomen. Ik vond deze zo mooi. Wel in een XS. Normaal heb ik eerder S of eigenlijk M. Ik hou er ook wel van als dingen een beetje oversized vallen. Maar deze hadden ze voor de rest alleen maar in maat L. En toen dacht ik, ja, dat wordt wel weer te groot, denk ik. Maar ik vond dit gewoon vooral zo'n mooi stofje. Ik zal het daar even aandoen. Dan kunnen jullie het wat beter zien. Ook, ik moet wel zeggen, het verschil in paskamer tussen de Primark en de H&M is echt niet normaal. Ik stond echt in die Primark en heb je echt zo'n super lelijk licht en zo'n lelijk pashoekje. Dan kijk ik naar mezelf en dan denk ik echt, meid, hebben jullie dat ook? Ik word meteen helemaal onzeker. Dat ik denk, nou, dit, ja, ik vind het dan niet eens leuk omdat het er ook gewoon niet uitziet in dit pashoekje. En bij de H&M is het dan helemaal zo mooi licht. Dan denk ik, oh ja, dit is 10 keer beter. Maar in ieder geval, dit blouseje dus. Ik zal hem daar eens even aandoen. En ik heb ook nog een zomerjurkje gekocht. Hij scheen alleen wel wat door. Dus ja, ik had ook wel donker ondergoed aan. Dus ik zei tegen Sena, weet je, ik ga hem toch gewoon meenemen. Want ik vind hem wel heel erg leuk. Ik ga het thuis gewoon even proberen met licht ondergoed eronder. En als het niks is, dan kan ik het in ieder geval over mijn bikini aandoen op vakantie. Dat kan natuurlijk ook, weet je wel. Dat ik hem niet per se echt naar uit eten aandoen, maar gewoon voor lekker bij het zwembad of op het strand. Maar laten we dus eens even gaan passen. Nou jongens, ik heb jullie meteen even meegenomen naar mijn kledingkast. De broek die ik nu aan heb is trouwens ook van H&M. En ik zal in ieder geval even proberen om alle linkjes te vinden. Dus ook van het blouseje en van dus de broek en van het jurkje die ik dadelijk ook aan ga doen. Maar ik vind het echt heel erg leuk staan. Ja, hij zit hier dus wel een beetje strak. Maar op zich, als ik dit knoopje open doe, dan hebben we daar dus al helemaal geen last meer van. Ik heb het gevoel dat je helemaal niet op camera kan zien hoe mooi het stofje is. Maar kijk, er zit dus echt helemaal een mooi patroontje op. En deze was trouwens €24,99. Ja, wat kan ik er nog meer over zeggen? Vrij weinig. Ik vind het gewoon een heel leuk kleurtje. Ze hadden er maar nog meer kleuren. In het zwart, denk ik. Of wit. Ik weet het niet helemaal meer. Maar in ieder geval, ik vond dit wel gewoon een heel leuk kleurtje. En dan gaan we nu door naar het jurkje. Nu valt het echt heel erg mee hoeveel die doorschijnt. Volgens mij schijnt hij eigenlijk gewoon niet meer door. Ik vind het wel leuk. Het enige wat ik dus alleen niet zo heel slim heb gedaan, is laatst heb ik op vakantie alleen maar een bandeau top aangehad. Dus nu zie je hier echt zo'n witte band. Dus die moet ik echt even binnenkort weg gaan werken. Maar ik vind het helemaal leuk. Ik draag nooit wit. Gewoon in mijn kast. Ik heb daar wel een paar witte dingen hangen. Maar eigenlijk, ja, blouses op zich wel. Maar jurkjes? Nou, witte jurkjes. Nee, dat is trouwens niet helemaal waar. Op vakantie heb ik wel vaker een wit jurkje aan. Nou ben ik aan het liegen. Maar ik koop het niet vaak. Dus ik vind het wel echt weer even een leuke afwisseling. Ik heb gewoon weer even dit blouseje aangedaan. Ik ben er echt, ja, ik ben er echt heel erg blij mee. Verder zijn Sena en ik ook nog naar de nieuwe Normal winkel in Eindhoven geweest. Ik heb daar al een hele shoplog van online staan. Ik zal ons wel even het linkje hier in beeld zetten. Dan neem ik jullie helemaal mee naar de winkel. Ik heb er al heel veel leuke reacties op gekregen. Dus dankjewel jongens. En ik zal nog even snel wat spulletjes ook aan jullie laten zien
voor de mensen die die shop nog niet gezien hebben. Maar in ieder geval, een paar van mijn lievelingsitems zijn dus deze, of in ieder geval deze dupe. Jeetje, ik kom weer niet lekker uit mijn woorden. Maar is in ieder geval deze dupe van de Bum Bum Cream. Ik denk dat best wel veel mensen die kennen. Die heb ik dus getest in die video. En ook zeker het lippenmasker. En dat is dus een dupe van de Laneige. Dus dit is het echte, om het zo maar even te noemen. En dit is dus het lippenmasker van Normal. Deze is 3 euro. Deze is tussen de 20 en 25 euro. En ik vind het echt, echt een goeie. Ik heb hem nu ook op. Ik ben er heel erg blij mee. Maar ja, in ieder geval, wil je dus al die spulletjes zien, dan kan je dus even de Normal shoplog kijken. En dan heb ik nog één dingetje meegenomen bij TK Maxx. Het is dus heel random, want het is geen kleding of zo. Als je ooit bij de TK Maxx bent geweest, dan weet je ook wel dat ze daar echt van alles hebben. Ze hebben kleding, ja, ook voor sporten. Ze hebben jassen, ze hebben merkkleding. Ook best wel echt, ja, mooie merken voor een veel goedkopere prijs. Schoenen, koffers. Ik heb daar ooit een hele mooie koffer gezien. Die heb ik uiteindelijk niet meegenomen. En deze keer vond ik de koffers ook daar, ja, niet zo heel leuk, niet zo heel mooi. Maar ze hebben dus ook wat etensdingetjes. En ook wat dingen voor in de keuken. Maar uiteindelijk heb ik dus alleen dit meegenomen. Dit is een zak met pasta. En ja, ik weet helemaal, weet je, ik heb me hierbij ook echt weer laten leiden door die verpakking. Want dit ziet er dan helemaal zo Italiaans uit. En dan denk ik, ja, hierdoor gaat mijn pasta sowieso beter smaken. Terwijl dat misschien totaal niet zo is. Maar ik vond deze vormpjes er wel heel leuk uitzien. En ik had dus laatst, zag ik een recept van een truffelpasta. En dat was ook ongeveer met zo'n soort pasta erin. Dus ik denk, ja, ik wil al heel lang met Joep een truffelpasta weer gaan maken. Dus we gaan hem gewoon toch meenemen. Maar dat is dus deze zak. En deze was 3,29. Ja, kijk gewoon even die verpakking, jongens. Ik word hier gewoon helemaal vrolijk van. Ik kan niet wachten tot we onze truffelpasta gaan maken. Ik zal dat ook wel nog even in een weekvlog aan jullie laten zien. Ja, dit is dan alweer het einde van deze video. Ik vond het heel erg leuk om jullie mee te nemen naar de winkel en mee shoppen. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie het leukst vonden, wat ik deze keer geshopt heb. Heb je nog andere winkels waar ik een keer naartoe moet? Laat dan ook zeker even weten. Vond je deze video leuk? Doe dan ook even een duimpje omhoog. En vergeet hieronder ook zeker om even te abonneren. Dat helpt mijn video's ook heel erg. En dan hoop ik je de volgende keer weer te zien. Doei!